De afgelopen tijd zijn er veel media geweest om die huisvesting. Het ging om tijdelijke huisvesting. De tijdelijke huisvesting, zoals u aangegeven heeft, is dus afgeblazen door de rechter. We hebben ervoor gekozen om het dus nu in het gemeentehuis, het oude gemeentehuis, te plaatsen van Annaplona. En wat de VVD nu gezegd heeft, we staken nu even wat betreft het zoeken naar een nieuwe locatie voor een nieuw gemeentehuis. De tijdsdruk van tijdelijke huisvesting tot 5 jaar is nu van de baan, omdat de bestemming van het oude gemeentehuis ervoor zorgt dat we daar kunnen blijven zitten. We gaan eerst de organisatie settelen, kijken hoe het nieuwe werken verloopt, kijken hoe de organisatie kleiner kan worden. En dan komt er weer een keer de keus om te kijken waar het nieuwe eventuele gemeentehuis zou kunnen komen. Maar eerst even pas op de plaats, zeker ook om de financiële onzekerheid waar gemeenteland in Nederland mee te maken heeft in verband met de bezuinigingen. En als we dan kijken naar het tijdsbestek daarvan, binnen hoeveel jaar zullen we dan in jullie beleving weer moeten kijken naar een eventuele nieuwe huisvesting? Jan? Eigenlijk willen we dat laten afhangen van hoe zo'n organisatie zich zettelt, hoe snel de nieuwe organisatie goed gaat draaien, de omvang, de FTE's op een norm zijn die we eigenlijk met elkaar wensen, gezien de fusie ook voordelen uiteraard, of voordelen alle moet bieden. En dat kan 2 jaar zijn, dat kan 3 jaar zijn, we willen het eigenlijk niet benoemen qua tijdstip. Eerst gaat het om die financiën en om de mensen en om de organisatie. En tot die tijd is werken op 2 locaties geen probleem? Onze eerste keuze was altijd van jongens, alles onder 1 gebouw. En het oude gemeentehuis van Annaplona was in eerste instantie, leek het geen optie te zijn. Nu dat het gelukkig wel kan, is de afstand tussen het hoofdgebouw en het oude gemeentehuis wat ons betreft zo klein. Ze kunnen bijna met de fiets naar elkaar toe komen. Dus dat voor ons geen belemmering hoeft te zijn ten opzichte van de financiële onzekerheden die er zijn.